De ministerraad heeft zojuist de conclusies besproken die het Joint Investigation Team gisteren presenteerde en heeft een belangrijk besluit genomen. Nederland stelt Rusland aansprakelijk voor het neerhalen van de vlucht MH17. Het gaat om gezamenlijke actie met Australië, een land dat, net als wij, veel slachtoffers te betreuren had aan boord van de MH17. Onze regeringen hebben Rusland hiervan zojuist op de hoogte gesteld via diplomatieke kanalen. En ik heb hierover net ook gebeld met mijn Russische collega Lavrov. Een aantal weken geleden heb ik hem in Moskou ook duidelijk gemaakt dat Nederland verwacht dat Rusland meewerkt aan het strafrechtelijk onderzoek van het Joint Investigation Team naar het neerhalen van de vlucht MH17. Gisteren bleek uit de conclusie van het Joint Investigation Team opnieuw dat Rusland dat allerminst heeft gedaan. En dat betreur ik zeer. En ik betreur ook dat Rusland direct na de presentatie gisteren de conclusies van het Joint Investigation Team in twijfel trok. Laat duidelijk zijn, dankzij het voortreffelijke werk van het Joint Investigation Team is nu onomstotelijk bewezen dat er een directe link is tussen de Buk-raket waarmee vlucht MH17 is neergehaald en het Russische leger. Het kabinet onderschrijft deze conclusie en wordt daarin gesteund door de internationale gemeenschap, zoals ook bleek uit de steunbetuigingen voor het Joint Investigation Team vanuit alle hoeken. Landen uit de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties. Op basis van deze conclusie staat voor Nederland en Australië nu definitief vast. Rusland draagt verantwoordelijkheid voor de inzet van de Buk-installatie. Vandaag eisen we dat Rusland zijn verantwoordelijkheid neemt en volledig meewerkt aan gerechtigheid voor de slachtoffers van vlucht MH17. En dus ook volledig meewerkt aan het strafrechtelijk onderzoek dat nog loopt. Het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014 heeft onherstelbaar leed teweeggebracht. 298 passagiers en bemanningsleden uit 17 landen kwamen om. Het kabinet heeft altijd gezegd, de waarheid rond vlucht MH17 moet boven tafel. De daders moeten verantwoording afleggen en er moet gerechtigheid komen voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Het besluit om Rusland aansprakelijk te stellen is niet lichtvaardig genomen. Er ging diepgravend onderzoek van de feiten en het internationale recht aan vooraf. En we zijn dus zeker van onze zaak. Nederland en Australië hebben Rusland vandaag verzocht om in overleg te treden met twee doelen. Ten eerste dat Rusland zijn verantwoordelijkheid neemt. En ten tweede dat Rusland recht doet aan het enorme leed en de toegebrachte schade. We realiseren ons dat het streven naar waarheidsvinding, gerechtigheid en rekenschap geduld vraagt van de nabestaanden. Dit kabinet en het vorige kabinet hebben steeds gezegd niet te zullen rusten totdat onze doelen zijn gerealiseerd. We zijn ervan overtuigd dat het besluit van vandaag hieraan zal bijdragen. Dank u wel.